Dames en heren, beste genodigden. In België zijn er ongeveer 4.000 tot 5.000 gevangenen met kinderen. En het is dus heel belangrijk dat het contact tussen die ouders en die kinderen bewaard blijft gedurende de detentieperiode. Anders wordt er in de familiale relatie onherstelbare schade aangericht. En dat is het laatste wat het gevangeniswezen mag doen, precies omdat de bedoeling van de gevangenis is dat mensen weliswaar worden gestraft, maar ook worden voorbereid op hun reïntegratie in de samenleving. Gent heeft altijd een pilootrol gespeeld, een pioniersrol in het hebben van die contacten tussen kinderen en hun ouders in de gevangenis. 20 jaar geleden is daarmee een begin gemaakt. En vandaag kunnen we zeggen dat Gent op dat stuk een modelrol vervult in het Belgische gevangeniswezen. Men heeft daarbij altijd gebruik gemaakt van een prentboek of van een strip. Elsje bezoekt papa of bezoekt mama, maar het is meestal papa. En dat is een heel belangrijke leidraad geweest voor wat er ook in andere gevangenissen moest gebeuren. De bedoeling van zo'n bezoek is dat in een kindvriendelijke ruimte, ja, die binnen de gevangenis is ingericht, de ouders en het kind, of de vader en het kind, met elkaar contact hebben, 2 uur kunnen spelen, met elkaar kunnen praten en dies meer. Het is heel belangrijk dat alle mensen in het gevangeniswezen daarop zijn voorbereid en de federale overheid doet daarbij haar uiterste best, maar ook de gemeenschappen en met name het CAW, zijn daarbij heel behulpzaam. En het is dan ook vandaag een gelegenheid voor mij om namens de federale overheid al die mensen heel hartelijk te bedanken. Ook de mensen van het CAW die voor de Vlaamse overheid tussenkomen. Ik wens jullie vandaag een heel mooie studiedag.